Ik heb een moeilijke jeugd gehad en soms voelt het alsof die ervaringen nog steeds invloed hebben op hoe ik me vandaag voel terwijl ik nu volwassen ben. Maar waarom is dat eigenlijk zo? De jeugd is 18 jaar lang, maak je dingen mee en de rest van je leven ben je eigenlijk bezig om die eerste 18 jaar te verwerken. Er is eigenlijk ook heel veel onderzoek naar gedaan van gebeurtenissen die als heel erg moeilijk worden ervaren en dat ook hoe meer van die moeilijke ervaringen je hebt gehad, laat ik het voor deze podcast ingrijpende ervaringen noemen, eigenlijk hoe groter de risico's en hoe groter de last en ballast die iemand met zich meedraagt. Welkom bij de mentale spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en alle waardevolle informatie en tips met jou delen. Naast mij zit Aisha, neurowetenschapper en neuropsycholoog en ik ben Chris, huisarts in Spee. Vandaag hebben we weer een vraag binnengekregen en uh, ik zal hem even weer voorlezen. De vraag leidt als volgt. Ik heb een moeilijke jeugd gehad, en soms voelt het alsof die ervaringen nog steeds invloed hebben op me. Op hoe ik me vandaag voel, terwijl ik nu volwassen ben. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Ja, herkenbaar. Ik hoor dit heel vaak terug van cliënten. Ja. Yeah. Dus inderdaad, zo'n uh, zo jeugd heeft gewoon een ontzettend grote impact op de rest van je leven. Dus ik heb uh, ook laatst een quote gezien, mm -hmm. en uh, dat was een plaatje, dus ik hoop dat ik hem goed beschrijf. Die zei ook van, nou je jeugd is 18 jaar lang, maak je dingen mee en de rest van je leven ben je eigenlijk bezig om de eerste 18 jaar te verwerken. Oh, kijk. Ja, nee, er zit, er zit wel wat in. Zeker, zeker. En, en, en verwerken, ja, je kan het niet repareren. Dus dat, uh, volgens mij nou, zei dokter Phil deels, dat een keer. Deels, deels. Ja, dokter Phil zei dat volgens mij een keer. A life is not to be cured, but to be managed. Oh ja, dat vind ik ook wel een hele mooie, inderdaad. Dus inderdaad, je kan het niet helemaal, zeg maar, vanuit de kern helemaal repareren, maar je kan er wel mee leren omgaan, waardoor het verdraagt. Ja, ja. En is. zeker als sommige, als er hele, um, uh, hele expliciete gebeurtenissen zijn die er echt uitspringen, dan zou je die natuurlijk met trauma-gerichte technieken wel kunnen verwerken. Um, maar je kan natuurlijk niet 18 jaar van iemands leven opnieuw ja, meemaken. Als nee, dus je alles overschrijft, dat je gewoon denkt van, nou, uh, dit, dit bestand, hè, deze computer, ik zet even de systeemherstelknop aan. En uh, dat je dan als uh, ja, fabrieksinstelling terugkomt. Ja, precies. Dus, je, dus inderdaad, wat we bedoelen inderdaad, je kan wel die traumatische ervaringen kun je wel behandelen. Maar je kan niet, zeg maar, rechtermuisklik verwijderen naar de prullenbak en prullenbak leegmaken en dan is het verdwenen. Ja. Want zelfs op een computer is het dan ook niet helemaal verdwenen. Er zit altijd nog een klein restantje van het bestand. In je harde schijf. Nog een logbestand. Uh. Nou ja, toch, toch, toch vandaar dat je ook soms harde schijven kunt rebooten en dat dan ineens informatie er weer is. Dus zo werkt ons brein ook blijkbaar. Het blijft er toch altijd zitten. Deze, deze of ja, lezersvraag, deze luisteraar heeft dus inderdaad uh, een moeilijke jeugd gehad mm -hmm. en ervaart dat tot de dag van vandaag als volwassen persoon. Maar wat is er eigenlijk bekend over een moeilijke jeugd? Wat, wat voor impact dat kan hebben? Het heeft een ontzettend grote impact. En een moeilijke jeugd klinkt misschien als iets subjectiefs. Maar um, er is eigenlijk ook heel veel onderzoek naar gedaan. Van um, gebeurtenissen die als heel erg moeilijk worden ervaren. En dat ook hoe meer van die moeilijke ervaringen je hebt gehad, laat ik het voor deze podcast um, Ingrijpende ervaringen noemen. Eigenlijk hoe groter de risico's en hoe groter de last en ballast die iemand met zich meedraagt. Um, en je noemt dat in het Engels, noem je dat Childhood events. En in Nederlands vertalen we dat gewoon naar ingrijpende gebeurtenissen. Maar er zijn echt um, gebeurtenissen die er echt uitspringen, waarbij als je er gewoon meerdere hebt, dat dat echt een hele grote impact heeft op de rest van je leven. Hmm. En als ik dit zo zeg, waar moet jij dan aan denken? Dus evenementen die in het uh, verleden impact hebben op je leven. Ja, wat, als voorbeeld? Ja, ik denk sowieso um, mishandeling. Ja. Fysiek, maar ook emotioneel. Ja, dat zit er speelt. Erin seksueel misbruik. Helaas gebeurt dat toch ook op jonge leeftijd en heeft dat ontzettend veel impact op mensen. Mm -hmm. um, ja, dat valt eigenlijk onder emotionele misbruik, dus verwaarlozing. Ja, die dus, zit er ook in. Dus dat je de liefde niet krijgt die je eigenlijk als kind nodig hebt. Want ik geloof wel echt dat je als kind, je hebt zowel je vaderlijke als moederlijke liefde nodig. Mm -hmm. um, ja, wat zou er nog meer pest verleden? Dat denk ik ook sowieso een grote factor. En um, ja, verder. Ja. Dat, dat zijn denk ik de dingen die als eerste in me opkomen. Ja, nou, je hebt er want er, er is een lijstje opgesteld van inderdaad dertien van die uh, impactvolle gebeurtenissen. Mm -hmm. En je hebt er al vijf genoemd die er allemaal in zitten. Nou, kijk, we zijn we oh. goed op weg. Ja, uh, moet ik even kijken of ik uit mijn hoofd dat helemaal goed kan aanvullen. Maar uh, wat er ook bijvoorbeeld tussen zit, is als je opgroeit met een ouder met mentale ziekte, mentale stoornis. Zorg dus dat, je, dat je moeder of je vader. Uh, Depressief is of chronisch angstig is, of ook getraumatiseerd is. Um, je kan denken aan verslaving. Mm -hmm. Dus als een van je ouders bijvoorbeeld verslaafd is. Um, ook als je aanschouwer bent van geweld. Dus stel je voor dat, uh, een beetje stereotyperend, maar dat je vader misschien uh, geweld heeft gepleegd naar je moeder toe. Mm -hmm. Dan heb je ook nog uh, structurele armoede. Oh ja. Die zit ertussen. Dus Scheiding. Is, uh, mm -hmm dit heb ik te kijken. volgens mij had je ook um, ja niet echt een ja dat, gewoon dat er niet echt naar je omgekeken wordt op emotioneel gebied dat heb je ook al deels gezegd volgens mij waren een soort van twee varianten van maar daar moet je me niet op vastpinnen ja en kijk als we de eentje missen van de dertien dan hebben we het al ook best wel goed ja, gedaan dus zijn we tot tien het... of elf uh, gekomen dan uit we... ons hoofd precies en, en, en wat oh ik, ik weet er nog één oké okay. Um, als er iemand in je familie is overleden. Of oh, door ja. uh, dood of door uh, zelfmoord. Oh ja, ja inderdaad. Dat, dat, dat zie jij dan inderdaad bij je cliënten ook wel eens terug. Hè? Dus dat dat toch uh, ontzettend veel sporen achterlaat. Hè? Als ja, dus zeker. een van de ouders of familieleden dus zelfmoord pleegt. Dat is echt mega impact. En, ja. en stel dus inderdaad dat een familielid of een ouder zelfmoord pleegt. Wat zijn dan de gedachten die voornamelijk blijven hangen... bij degene die daar heel veel last van heeft en hulp zoekt bijvoorbeeld bij jou? Ja, dat eh, heb je eigenlijk twee varianten ervan. Dus je kan je voorstellen dat als iemand zelfmoord heeft gepleegd, dat degene die zelfmoord pleegt, ja, die wordt vroeg of laat ook wel door mensen gevonden. Dus, of je, de, dus dat kan een traumatische impact hebben, gewoon rechtstreeks door het aanschouwen van hè, de zelfmoord, of dat dat in ieder geval plaats heeft gevonden. En dat kan dan direct zijn, maar dat kan ook zijn dat als iemand zelfmoord heeft gepleegd, dat je ook bepaalde beelden in je hoofd krijgt hoe dat eruit moet hebben gezien. En dat je daar dan weer last van krijgt. Yeah. Um, dus dat is meer de traumatische impact op het gebied van dat het je heel veel stress geeft en dat het als heel traumatisch wordt ervaren. Um, en daarnaast natuurlijk als een belangrijk persoon in je kerngezin of in je familie uh, overlijdt, dan laat dat natuurlijk ook een hele grote leegte achter. Dus wat je dan ook vaak ziet bij cliënten, is dat zij um, dat er bijvoorbeeld verlatingsangst speelt van hé. Hey, en gecombineerd aan de verlatingsangst ook voor de bindingsangst van... en waar ze dan weer last van kunnen hebben in de rest van hun leven in relaties. Want dan denk je, ja, ik kan nu wel een relatie met jou aangaan. Maar er is ergens toch een onbewust gedeelte die denkt zo van... hé, hey, maar als ik me nu te kwetsbaar opstel of als ik me te veel bind... en op een dag ga jij ervan door, bewust of onbewust... Dan, um, dan, 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 dan blijf ik weer alleen achter. En om zichzelf dan te beschermen, dan houden ze mensen op afstand. Ah, ja, dus inderdaad, omdat het, het, het innerlijke zodanig gekwetst is... door doordat iemand dus uit het leven is gestapt... ga je dat ja. proberen, ga je jezelf proberen te beschermen. En mm -hmm. dat is juist hetgeen wat je niet moet doen. Dus ja. inderdaad, waar we het ook vorige keer over hadden... dus dat je, dat je lichaam probeert veilig te zijn in de onveiligste manier... door zichzelf niet meer te laten kwetsen. Ja. Om het even zo te noemen. En dat doe je niet bewust, hè? onbewust natuurlijk. Ja, zeker, zeker. En dat kan dus bij een zelfmoord zijn... maar dat kan ook zijn als bijvoorbeeld je ouder uh, overliest door ziekte... Ja, lijkt me ook inderdaad heel heftig. Of op een andere manier natuurlijk weggaat. Ja, en bijvoorbeeld bij verslaving. Hè? Want, want ik denk, we hebben uh, dus 10, 11, 12 dingen opgenoemd. Ja. Uh, misschien ook wel interessant om daarbij stil te staan wat je dan geregeld hoort. Bijvoorbeeld bij verslaving, wat is dan voornamelijk het meest impactvol voor een kind bij verslaving? Is het dat de ouder niet beschikbaar is? Of is het dat de ouder bijvoorbeeld, want je hoort dan ook vaak dat mensen die onder invloed zijn heel agressief zijn. Dat is voor mij het stereotype ja. beeld. Is dat ook iets wat je in de praktijk vaak terughoort? Ja, dus, dus bij al die, in, die events, om het zomaar even te noemen, je hebt natuurlijk ook bepaalde gradaties erin. Um, en wat je heel vaak meekrijgt, in ieder geval bij uh, cliënten bij wie één of meerdere ouders uh, verslaafd was, is dat het onvoorspelbare eigenlijk een van de Erg, als een van de zwaardere dingen wordt ervaren, of in ieder geval dat hoor ik het meest terug. Um, dus eigenlijk het onvoorspelbare en ook het stukje onveiligheid. Dus stel je voor je komt thuis en, um, laten zeggen, je moeder is dronken. Laat ik hier niet een man pakken als uh, voorbeeld. Laten zeggen, je moeder is dronken. De ene keer kan het bijvoorbeeld zijn dat ze positief op je reageert als je thuis komt. En dat het is van, oh, ik heb je gemist, hoe was school, ik noem maar iets. En de andere keer kan het misschien zijn van, nou waar was je? En dat er misschien ook iets van uh, fysiek of emotioneel geweld uh, kan plaatsvinden. Mm -hmm. um, eigenlijk zonder aanleiding. Omdat ze ja. misschien iets in de hoofd heeft. Je kan ook van alcohol natuurlijk wat paranoïde soms worden. Of bepaalde dingen invullen. Door alcohol gaat ook je rem eraf. Dus eigenlijk je rationele gedeelte of je cognitieve gedeelte. Um, dat sluit zich eigenlijk af. Dus de alcohol die verdooft je rationele kant. En wat meer die. De emotionele kant, die wordt juist heel erg versterkt. En dat is ook waarom ze natuurlijk zeggen van mensen die alcohol drinken, die spreken de waarheid. Mm -hmm. Omdat eigenlijk, hè, misschien denk je iets of misschien vind je iets. En dat kan dan bewust of onbewust zijn. Dus dat is niet altijd zo bedoeld. Maar eigenlijk je rationele brein, die sluit je af. Waardoor je dus mensen hebt die heel erg dronken zijn. Um, dat die misschien met andere dingen bij je komen dan um, als je nuchter bent. Ja, toch wel een mooie uitspraak. Hè? Mensen die alcohol drinken, die spreken de waarheid. Ja. Waarom even af in mijn, in mijn studentenverleden of dat... Ja, spak, spak je dan altijd de waarheid toen je nou ja, dus dronk? En dat hoeft dan niet jou de waarheid te zijn, maar het is denk ik wel dat um, je emotionele brein, dus niet je rationele brein, maar je emotionele brein, dat is gewoon een kant van jou die ook zijn waarheid heeft. Ja, precies. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat als je wat bozer bent of als je wat emotioneler bent, dat dat toch wat meer je onbewustzijn is die iets voelt of ervaart of interpreteert. En dat kan natuurlijk een juiste interpretatie zijn of een onjuiste interpretatie. Maar omdat je rationele kant zich daar niet mee bemoeit. dan ja, komt daar toch een soort stukje onbewustzijn naar buiten. Ja, toch interessant hè? Je, je, je begint over onderbewustzijn en bewustzijn. Ik had laatst een boek geluisterd van Sigmund Freud. Die ken je denk ik wel, een van de grootste psychologen. Ja, ik ken Siegfried wel, ja. Ja, die we ooit hebben gekend, maar meer voor de luisteraar. Volgens mij in de 19e eeuw, of 20e eeuw. Ja, mij... ik, in mijn hoofd zit ook 1880 of 1900, met je, die uh, Zoiets video's. inderdaad. En hij had het toen ook heel erg over inderdaad de, dat onderbewustzijn bewustzijn. Hij noemde dat it, ego, superego. Mm -hmm. en, en in dat onderbewustzijn, daar zitten toch soms kanten... Van die je eigenlijk je bewustzijn zou denken: van ja, maar zo meen ik het niet. Maar dat onderbewustzijn denkt dat toch. Dus bijvoorbeeld, stel je hebt net een baby. Tuurlijk hou je ontzettend veel van je baby. Althans mm -hmm. voor bijna de meeste mensen, tot alle mensen. Ik denk elk mens. Ja, ja. precies. Ja, dat, je houdt is van je baby. dat is gewoon eigenlijk iets, iets wat van nature in ons zit. Ja. Maar dat onderbewustzijn kan toch soms even flippen. Kan toch denken: van, ja, hé. Hey, ik uh, word zes keer per nacht wakker door jou, ik word helemaal gek. Op werk gaat het moeilijk, omdat je de hele nacht aan het huilen bent. Ja. De, dat onderbewustzijn zegt eigenlijk, ik heb eigenlijk een hekel aan al dat gejank en dat gedoe met jou, het kost allemaal heel veel energie. Maar het bewustzijn, die denkt natuurlijk van, hé, hey, ja, maar goed, je bent wel mijn baby en je bent wel dit en dat. Dus ik kan me voorstellen, als je alcohol drinkt, dan gaat dat bewuste randje ervan af. En mm -hmm. dan komt dat pure naar boven van, hé, hey, ik word helemaal gek van je. Ja, en, en dat, daar is niks mis mee. Dat maakt je niet een slecht mens. Maar wat ik eigenlijk wil vertellen is dat dat onder bewustzijn toch, ook volgens ik me vond je toch bepaalde dingen heeft, bepaalde woedes of verdriet of bepaalde frustraties heeft. En die zijn er en dat is hartstikke normaal. Maar het bewustzijn, die trekt dat dan weer recht. Ja. Waardoor, dat, waardoor je zeg maar een normaal mens bent. Maar als je dat wegtrekt met alcohol, ja, dan word je een beetje barbaars soms. Ja, ik denk als, uh, als de hele samenleving non-stop onder invloed was, dat het... Uh... Ja, dat er minder orde was en minder vredelievend. Ja, precies, precies. Dus daarom, daarom wel heel interessant uh, wat, je, wat je zegt. Hè? Dus dat je de waarheid spreekt. Dat is de waarheid, dus denk ik inderdaad, van het onderbewustzijn. Ja, ja en dat kan natuurlijk dat die waarheden naast elkaar bestaan. Hè? Dus één kant van jou die voelt en die denkt dit. En de andere kant van jou die voelt en die denkt dat. Precies. En ik denk ook bij zo'n zo dramatische, uh, bij zo'n impactvol event, zoals wat je zegt. Dus stel je dat je mishandeld bent. Dat onderbewustzijn, dat zal misschien zeggen van hé, hey, ik haat alle mensen. Want niemand is voor mij veilig. Ja. En jullie doen mij pijn, et cetera, et cetera. Dus ik kan me voorstellen dat je dan als je iemand leert kennen, dat je dan toch dat, dat stemmetje dat, dat, dat in dat onderbewustzijn zit, dat denkt van hé, hey, maar ik vertrouw je helemaal niet. Ja. Ik, ik, ik ga jou. Verlaten, want anders ga jij gaat de wereld mij weer pijn doen. Dus het is toch wel heel interessant hoe dat zit met dat onderbewustzijn bewustzijn. En Sigmund Freud heeft daar heel veel over nagedacht. Die had ook wel een paar bizarre gedachten. had ja. ik dan. Maar er zit toch wel een kern van waarheid in zo nu en dan. En als je kijkt, het was 1880 of, of het was de 19e eeuw. We hadden geen Google, we hadden geen ChatGPT. Dus ik vond het nog best wel knap hoe hij dat allemaal zelf bedacht heeft. Ja, echt een hele grondlegger. Hij is volgens mij de eerste echte psycholoog. Die dus niet uitging van het gedrag en wat je vanuit buitenaf kon merken en het bewustzijn. Maar die zei ze van: hé, hey, er zit ook een onderbewustzijn. Dus hij is eigenlijk de eerste die dat onderscheid heeft gemaakt van: hé, hey, psychologie, dat is iets van, van binnen. Dat is niet alleen iets van, van, qua gedrag van buiten. Ja, precies, precies. En, en dat is natuurlijk ook, ook, ook in ons depressietraject natuurlijk, hebben we het daar ook over. Hè? Dus dat bepaalde emoties je gedrag beïnvloeden. En je gedrag beïnvloedt dan ook vervolgens je gedachten. En dat dat dan eigenlijk allemaal met elkaar hand in hand zit. Ja, precies. Dus dat is inderdaad heel interessant. Dus je hebt um, normaal denken mensen altijd van: hé, hey, uh, stel je voor je, je ex-dumpje, ik noem maar even iets. Je denkt dan van: oh, omdat iemand mij dumpt, daardoor um, voel ik me verdrietig. Maar eigenlijk is het dat je ex-dumpje en daardoor denk je van: hé, hey, ik ben het niet waard of ik ben waardeloos of he, allerlei associaties, allerlei gedachten die je hebt. En door die gedachten voel je je eigenlijk verdrietig. En door dat verdriet ga je bijvoorbeeld terugtrekken... of ga je juist heel veel steun zoeken. En daar over je gedrag kan je ook weer bepaalde gedachten hebben. Dus het is vaak, hè, en dat maakt ook dus... Um, denk ik in de psychologie heel interessant... dus het is niet zozeer de gebeurtenis die uh, het gevoel veroorzaakt of de situatie... maar vooral ook hoe je erover denkt en hoe je, er dus ja, hoe je die gebeurtenis interpreteert. En dat maakt dus ook dat de ene persoon die bijvoorbeeld um, gedumpt is daar heel anders mee omgaat dan de andere persoon, want de ene persoon trekt zich persoonlijk aan en de andere persoon denkt van ja, maar hij was helemaal niks, het was echt een uh, ja een, een zieke mismatch. Ik noem maar even iets en het ligt aan hem of het ligt aan haar ja. in plaats van uh, het ligt aan mij. Ja, mooi voorbeeld. Vooral als je net Married at First Sight aan het kijken bent. Ik denk dat dat wel zeker meespeelt, dat, dat heeft ik die associaties heb. Ja. Ja, ja, ja en daar zal ook natuurlijk bij sommige mensen van alles gebeurd zijn in het verleden, waardoor ze bepaalde beslissingen nemen die uh, ja. ongewenst zijn natuurlijk. Maar terugkomend inderdaad, we hebben het dus gehad over dus die 10, 11 van de 13 verschillende traumatische gebeurtenissen in het verleden van een kind die ontzettend veel impact kunnen hebben op dus je volwassen leven. Mm -hmm. En wat is nou eigenlijk het mechanisme van dat als je als kind dus zeg maar eventjes zo'n traumatisch event meemaakt, waarom hebben we daar op latere leeftijd last van? Ja, dat is omdat het ontzettend impactvol is. Dus wat je eigenlijk um, moet bedenken, er is heel veel onderzoek naar geweest en wat ze dus eigenlijk hebben gezien, dus van dat lijstje met dertien uh, traumatische of ingrijpende gebeurtenissen, um, als je er vier of meer hebt, dat je dus gemiddeld gezien twintig jaar korter leeft 20, twintig jaar dus wat jij zegt is eigenlijk stel dat ik inderdaad mishandeld ben fysiek ik ben emotioneel mishandeld stel dat ik ook nog uh, iemand ben kwijtgeraakt in mijn omgeving en, Armband, en arm bent en arm bent toevallig en in de ghetto woon inderdaad en gepest bent toevallig omdat ik dik was dan zeg je dus dus dat ik omdat ik meer dan vier van die e traumatische vent heb dat het eigenlijk statistisch gezien ik twintig jaar minder zal leven vergeleken met iemand die dat niet heeft, of minder dan vier van die events heeft. Ja, ja. Wow. en dat is echt schokkend, vind ja. ik persoonlijk. Ja, en waar ligt dat aan? Dat, ja, dat maakt dus eigenlijk, en dat, dat is dus ook denk ik het belangrijke van waar we het nu over hebben, is dat in die eerste 18 jaar, dan wordt eigenlijk zo'n blauwdruk gecreëerd in je lijf, eh, zowel op mentaal vlak als op fysiek vlak, dat je daar eigenlijk de rest van je leven um, um, invloed heeft. Dus wat je bijvoorbeeld ziet is dat um, op het moment dat jij uh, veel traumatische gebeurtenissen hebt meegemaakt of ingrijpende gebeurtenissen, dan stelt jouw stresssysteem zich daar ook anders op af. En daar kunnen we misschien straks wat verder op ingaan, maar doordat jouw stresssysteem zich anders afstelt, dan uh, wordt jouw gedrag daarop ook anders. Je gaat bepaalde gebeurtenissen anders interpreteren, je gaat je anders gedragen en dat heeft dan ook weer invloed op je leefstijl voor dat we gaan hebben over dat stukje verlatingsangst um, of seksueel misbruik bijvoorbeeld. Wat je dus soms ziet is dat als je zo'n impactvolle gebeurtenis op jonge leeftijd hebt gehad, dan vertrouw je andere mensen. Dus precies wat jij zei, je vertrouwt andere mensen. Je hebt je emoties misschien ook minder goed onder controle. En dat kan dus ook maken dat je dus, nou, eigenlijk twee verschillende dingen. Dat Het kan maken dat je eigenlijk veel minder voor jezelf gaat zorgen, omdat je eigenlijk op jonge leeftijd al zo... Afgewezen bent of in zo'n nare positie bent gezet. dat eigenlijk dat hele stukje zelfliefde ontbreekt. of zelfcompassie. En dat je dan dus jezelf eigenlijk gaat verwaarlozen. Dus eigenlijk herhaal je een beetje het patroon. Hè? eerst doet een ander jou wat aan. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk. dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen. Pauseer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Nou, ik was net geëindigd bij zelfcompassie en zelfliefde, maar ons systeem viel net voor de tweede keer uit. Top. Ja, we hadden het vandaag eerder al over fabrieksinstellingen en resetten. En uh, ik ben bang dat onze audiomachine daar geen uitzondering op is. Nee. Dus, ik ga mijn best doen om het goed te hervatten en uh, gaan we gewoon lekker de flow weer oppakken. Precies, en ik denk ook dat dit de laatste keer is dat dit uh, gebeurt, want uh, ik had hem dus in een beta-modus gezet en dat was geen goed mm. idee. Nee. En dat zou misschien een reden kunnen zijn. Dus uh, soms is het gewoon goed om uh, de standaard-software te hebben in plaats van te experimenteren. Dus daar heb ik van geleerd, denk ik. Ja, nou terug naar de podcast, want daarvoor zijn jullie natuurlijk hier. En um, nou, we hebben het net in ieder geval gehad over zelfliefde en zelfcompassie. En dat dat gewoon heel belangrijk is. En dat uh, juist als je traumatische en ingrijpende gebeurtenissen in je heb, leven hebt meegemaakt, dat dat stukje wat meer kan ontbreken. Omdat het gewoon niet natuurlijk voelt. Kijk, als jouw heel veel dingen zijn aangedaan of jouw dingen zijn ontnomen, dan wordt dat, kan dat ook een soort van innerlijke kritische stem worden. En dat dat niet helemaal in je systeem zit, als het ware, om dat ook voor jezelf te gaan doen. Ja. Dus dat is dan eigenlijk de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is dus ook dat je misschien een bepaalde leefstijl gaat najagen, um, die ook minder goed is voor jezelf. Dus je kan je voorstellen dat hè, als je na, heel veel nare dingen hebt meegemaakt, dat de kans dat jij uh, ongezond gaat eten, dat je gaat roken, dat je misschien alcohol gaat drinken of drugs gaat gebruiken om bepaalde moeilijke ervaringen te verwerken of bepaalde emoties te verdoven. En um, ja, dat, dat, dat speelt dus ook mee in die leefstijl. En ook dus het feit dat mensen statistisch gezien met veel negatieve ervaringen in hun jeugd uh, eerder komen te overlijden. Yeah. Je hebt dus zelfs een onderdeel. En ik vind het in het Nederlands heel moeilijk om uit te spreken. Dus misschien kan jij me helpen. Maar het is in het Engels promiscuous. Oké, okay, promiscuous. Promiscuous, yeah. ja. Alleen dan een Nederlandse woord. Ik hoop misschien kan een. Uh, luisteraar dat een keertje vertellen of uh, uitspreken in een voice-over... hoe ik dat moet uitspreken. Um, maar dat is dus eigenlijk het idee dat... zorg je voor je heel veel nare dingen hebt meegemaakt... en zorg voor dat dat bijvoorbeeld op seksueel vlak was... of op het gebied van wantrouwen van andere mensen. Um, kijk, of het kan een beetje naar binnen slaan... dus dat je wat somberder wordt... en dat je ja, wat meer in die verwaarlozende kant komt. Um, maar het kan ook zijn dat je een soort van... eigenlijk wat impulsiever gaat worden... En dat je bijvoorbeeld heel erg um, ja, open opstelt naar de verkeerde mensen. Dus daar kan je eigenlijk heel erg, ja je voordat je dan bijvoorbeeld heel erg naakt of heel sexy gekleed gaat. En um, heel erg een beetje de foute mannen aantrekt. Um, en dat dat dan ook juist weer de mannen zijn, waarbij de kans groter is dat ze ja, voor je in uiterlijk gaan in plaats van voor je innerlijk. En je vervolgens weer bij het golfvel zetten. Ja, dat viel me ook op binnen de GGZ, dat je inderdaad heel vaak van die verhalen hoorde van, hé, hey, ik ben vroeger misbruikt door noem maar wat, door mijn vader, door mijn zus, door mijn broer, wat dan ook. Ja. En dat ze dan toch inderdaad weer eindigen bij een partner... die precies hetzelfde waar ze mee gepijnigd zijn, precies hetzelfde bij hun doen. Ja. En, en dat voelt zo sneu, omdat inderdaad die, 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 die mensen... die zijn dan altijd het slachtoffer, en zo voelen ze zich ook. Maar onbewust zetten ze zichzelf bij die, bij die, bij die riskante mensen, zeg maar. Ze gaan niet voor... Somm sommige van die, van die, van die slachtoffers dus, die gaan dan niet voor de good guy, die juist hetgeen geeft wat ze nodig hebben. Maar dan komen ze terecht bij mannen die juist hetgeen doen wat, wat vroeger juist heel heftig was voor hen, en toch weer onbewust daar naartoe gaan. Dat vind, vond ik altijd zo fascinerend hoe dat dan, ontst hoe dat dan ontstaat. Ja. Ja, dat is dus ook heel sneu, inderdaad. En um, kijk, dat gebeurt vaak dus ook op onbewust niveau. Ja. Dus eigenlijk je brein is, um, een, ja, die heeft een overlevingsmechanisme. In dit geval is dat misschien niet het meest logische overlevingsmechanisme. Maar alles wat als normaal voelt, alles wat als normaal wordt ervaren. Dus als jouw jeugd bestaat uit hele veel moeilijke ervaring... dan is dat voor jou jouw vertrouwde zone. Dus um, op het moment dat jij heel erg instabiele jeugd hebt gehad... dan is juist een hele stabiele partner dat voelt misschien als niet vertrouwd en dus juist als gevaarlijk door je brein want die denkt ik ken dit niet yeah. wie ben jij wat wil je van me ik snap jou niet yeah. um, dus dat kan het dus juist ook in stand houden en ja dat is dus wel heel lastig heel lastig om eruit te breken en ook vooral dat zie je dan ook vooral vaak bij moeilijke jeugd dat um, wat je ook eerder deze podcast zei is het heeft ook heel veel invloed op hoe jij de wereld en mensen interpreteert. Dus je leert van de ene kant van hey, jouw emoties mogen er niet zijn... of jij mag er niet zijn als je een moeilijke jeugd hebt gehad. En van de andere kant leer je ook eigenlijk van... hey, anderen zijn eigenlijk niet te vertrouwen. Dus in dat interpersoonlijke tussen mensen gebeurt dus ook een heleboel. Ja, ja en ik vraag me dan ook gelijk af, uh, terugkomend op uh, Merit at First Sight... kan je zoiets dan voorspellen? Want ik kan me voorstellen, er zijn ongetwijfeld genoeg mensen... die naar onze podcast luisteren die single zijn... Zou je dit, zeg maar, zou je, je eigen verleden kunnen, kunnen, kunnen aanschouwen en dan kunnen bedenken van hé, hey, wat voor partner heb ik nodig? Want volgens mij is het zo complex. Het is ook zo moeilijk om een passende partner te vinden, mm. kan ik me voorstellen. Nou, misschien uh, als iemand van Merit at First Sight meeluistert, uh, jij zou er misschien wel wat leuks over kunnen vertellen, over die dynamiek en waar dat vandaan komt bij die mensen. Want ja, het verleden heeft toch zoveel invloed op wat voor partner je ook kiest. Ja. Ja, en dat is dus de, in, inderdaad wel heel lastig. Dus je hebt aan de ene kant van hé, hey, wat is voor jou op onbewust niveau aantrekkelijk? En je hebt dan tegelijkertijd ook wat op bewust niveau eh, iemand is die goed voor je is. Ja, en dat is denk ik wat, wat heel veel mensen herkennen: hè? van hij of zij is perfect op papier, maar ik voel het niet. Precies. En, en, en daar dus, ja, of je moet gewoon geluk hebben dat je dan een partner treft. of iemand treft. bij wie zowel dat bewust als dat onbewust hetzelfde zijn. of ergens dan. Hè, het is ook. Um, dus dat is denk ik ook wat hele lastige. Dus soms iets wat dan als vreemd of vertrouwd. of hè, minder aantrekkelijk wordt gezien. Hè, als je daar misschien wel aan in investeert. en als je daarvoor openstelt. en als je kwetsbaar opstelt. en als daar vervolgens ook goed op gereageerd wordt. dan kan je op die manier dus ook jezelf een soort van opnieuw trainen. Ja. Maar het lastige is natuurlijk, ja, als het er niet is, ja, soms is het er ook gewoon niet en gaat het ook niet komen. Klopt. Dus dat is denk ik waarom um, relatietherapeuten waarschijnlijk een volle agenda zullen hebben. Ja. Omdat... En soms klikt het ook gewoon. Hè? Je, je zult mensen in je leven tegenkomen dat het dusdanig klikt alsof je beide autono autonome zenuwstelsels, dus dat de <laughs> beide zenuwstelsels elkaar voelen en denken, hé, hey, dit is, hierin ben ik gemarineerd, dit is mijn saus. Om het even zo te noemen. <laughs> dit, is, dit is one of me, weet je? One of us. Dus, dus dat is dan ook wel interessant uh, om daarover na te denken. Maar goed, wij zijn geen relatietherapeuten. Dus uh, dat was meer hypothetisch gezien. Maar we waren gebleven bij de mechanismen. Hebben we dat uh, een beetje beantwoord hierbij? Hoe dat dan ontstaat? Um, de, ik denk nog niet volledig. Mm -hmm. um, dus ik denk voor de luisteraar thuis, wat dus vooral belangrijk is. Dus je hebt heel veel ingrijpende gebeurtenissen. Waarin uh, wij er een heel aantal hebben aangegeven. En we weten dus dat het ook grote gevolgen heeft. Hè? Dus we hebben het net gehad over twintig jaar eerder overlijden. En dat kan dus inderdaad gaan ook via leefstijl. En daaraan gerelateerd dus ook bepaalde ziektes. Dus bijvoorbeeld diabetes, obesitas, angststoornissen, depressie, um, suicidale gedachten. En ook pogingen mm -hmm. die kunnen daarbij passen. Het is eigenlijk ook heel veel cardiovasculaire ziektes, bronchitis, astma. Um, de kans wordt een stuk groter op allerlei van dat soort ziektes. En dan ga je inderdaad, maak je dat, kan dat bruggetje maken van hé, hey, maar wat is dat mechanisme daarachter? En nou, dat, dat heeft vooral te maken met de ontwikkeling van je brein en je stresssysteem. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij heel veel nare dingen hebt meegemaakt in je leven, dan wordt jouw stresssysteem die gaat dus, wordt automatisch geactiveerd. Dus bij al die nare gebeurtenissen, dan kom je eigenlijk automatisch in een fight or flight respons, eventueel ook nog de freeze respons. En, um, en, en dan pompt jouw lichaam en je brein, Zo ik maar zeggen, gewoon een heleboel stresshormonen eruit, die dus ook weer een negatief effect kunnen hebben op je lichamelijke gezondheid. En het nare dus aan die ingrijvende levensgebeurtenissen. Dus aan de ene kant ben je blootgesteld aan veel meer stress um, dan gemiddeld gezien ja, gezond of goed voor je is. En wat je dus ook vaak merkt is dat um, dat bijvoorbeeld, nou ja, even een stapje, ook nog een bruggetje. Maar wat je dus ook vaak merkt is, kijk, stel je voor in jouw familie, hè, stel je voor je zou opgroeien in extreme armoede. Kijk, op het moment dat een ouder voor jou is die jou steunt en die jou helpt, of op het moment dat een van jouw ouders uh, psychische problemen heeft, dat de andere ouder jou helpt en jou steunt, dat kan dan ook helpen als factor om het stresssysteem te leren om daarmee om te gaan, om met die emoties om te gaan en met moeilijke gebeurtenissen om te gaan. Mm -hmm. Maar wat je dus vaak ziet, is dat mensen maken heftige dingen mee. En als er dan ook nog eens onvoldoende steun of liefde of aandacht van de andere ouder is of van een andere uh, familielid. Dan heb je dus eigenlijk dubbele stress. Ja, dat is echt die desbalans. Dus jij zegt inderdaad, je hebt soms gewoon even die dat, dat gemist, dat moet aan de andere kant gecompenseerd worden. Mm -hmm. En als dat niet het geval is, dan heb je dus uh, ja, twee keer min. Precies. En je wordt dan dus uh, je wordt sowieso dus al blootgesteld aan, aan bovengemiddeld veel stress. En doordat die andere ouder er bijvoorbeeld ook niet is, dan word je misschien ook minder of onvoldoende gesteund om met die stress om te gaan. En wat je dan dus ook gaat hebben, is dat jouw hele lijf, hè, jouw hele fight-or-flight-response, die, dus die is afgesteld op gevaar herkennen. Ja. Dus ook als je naar het brein kijkt, je hebt dan um, het reptiele brein, een beetje de hersenstam. Daar zit de fight or flight response in. Daar bovenop heb je het emotionele brein, dat noemen we dan het uh, limbische systeem. Dat is meer waar de emoties zitten uh, en het geheugen zit. Um, en daarbovenop heb je dan de cortex, en dat is dus ons rationele brein. En wat je dus vaak ziet bij juist die mensen met die ingrijpende levensgebeurtenissen, zowel dat fight or flight systeem, dus die hersenstam, die geeft het het aan. Die signaleert de hele tijd er is gevaar. En dus die signaleert dat vaak ook sneller. Dan bij iemand die niet die ingrijpende levensgebeurtenissen hebben meegemaakt. Dus er is ook vaker sprake van een valse alarm, om het zo maar even te zeggen. En daarnaast heb je dus ook dat emotionele brein, waar al die uh, herinneringen liggen opgeslagen, ook van al die ingrijpende gebeurtenissen. Die wordt ook nog eens actief. Yeah. Ja, en je ziet het ook, denk ik, je, je moet me corrigeren, hoor, want ik ben niet een neurowetenschapper van ons twee natuurlijk. Maar... Ik, ik, ik had dat ooit ergens bestudeerd. Dat je hebt eigenlijk dus inderdaad dat primitieve brein, dat is dus je, 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 je hand, even om het zo te noemen. Mm -hmm. Vervolgens heb je dus dat emotionele brein, dat is je duim. En dat die twee eigenlijk in de eerste twaalf jaar om en nabij, van je leven worden ontwikkeld. En dat daarna pas, dus als je als je dus eigenlijk na, ik zou zeggen, ik denk, eer, misschien iets eerder dat je na je tiende, elfde pas echt je, je, be je bewustbrein. Dus dat. dat, dat die neocortex. Of hoe noemde je dat ook alweer? Ja, ja. Even in een normale mensentaal, het bewuste brein eigenlijk, waar ja. je bewuste keuzes maakt, dat die daarna pas, na je twaalfde, pas echt ontwikkeld wordt. Dus wat we dus heel vaak merken, de, klacht, de dingen waar we last van hebben, die zitten vaak verborgen, zeg maar, in die eerste twaalf jaar wat we ontwikkeld hebben. En daarom zijn die eerste twaalf jaar van je leven zo cruciaal. En als daar heel veel dingen gebeuren, zul je daar later last van hebben. Ja, dus dat is echt de kern waar het zit. Dus, dus, dus dat is toch wel interessant dat je ook als kind, laten we eerlijk zijn, een baby dat, dat komt op aarde en het is eigenlijk heel primitief. Het, het moet in leven gehouden worden. Het heeft drinken nodig, het heeft eten nodig, het moet poepen plassen en het huilt en heeft emoties. Maar voor de rest, de baby maakt zelf bijna geen keuzes. Ja, en liefde en aandacht. En liefde en aandacht. Ja, nee, maar die, <laughs> Niet zijn vergeten. Ook, die zijn ook heel belangrijk. Maar dat is best wel interessant. Ook in de praktijk zien we dat gewoon terug in een baby: dat het eigenlijk heel primitief is en pas vanaf. Een bepaalde leeftijd begint het zelf keuzes te maken. Ja, zeker. Dus, dus zeker. Dat, dat vond ik wel heel interessant hoe je dat uh, vertelde. Daar, daar moest ik gelijk aan denken. Ja, en, en dat is ook precies wat je vertelt. Hè. Dus, um, dus eigenlijk elk gedeelte van het brein die is al wel vanaf het begin aanwezig. Maar de grootste ontwikkelingsfases, ja, dat, daar zit wel een bepaalde volgorde in. Dus het begint inderdaad wel bij dat reptiele brein, dan dat emotionele brein en daarna dat rationele brein. En dat is ook waarom ze soms zeggen van... Hè, ik weet niet of je ooit in de media hebt gehoord over het puberbrein... of dat pubers zo impulsief zijn en niet uh, goede keuzes uh, zouden kunnen maken altijd. Mm -hmm. Dat heeft er dus ook mee te maken is dat het... Um, dat stukje van de rem waar ik het eerder over had vandaag... dat zit in het gedeelte van het brein dat je de prefrontale cortex noemt. En dat is dus echt, ik zou zeggen, de CEO van je brein. Dus echt de manager, dus echt degene die denkt zo van... Hey, dit, dit, dit wil mijn hele team aan mensen, dus alle andere gedeeltetjes van je brein. Mm -hmm. Maar dit, deze, nou, deze wens die kunnen we inwilligen en dit houden we even af, want dit is niet zo handig, want dan gaat het hele team uh, wordt gewoon één grote bende. Mm -hmm. dus, um, en dat gedeelte, vroeger dachten we dat dat rond je 18e ongeveer was uitontwikkeld. En nu is dat rond je 25e, dat het echt helemaal volledig ontwikkeld is. Ah. Dus vandaar ook um, hè, zulke in het uh, jeugdstrafrecht. Kijk, op het moment dat iemand 17 of 18 is en ja, idealiter zelfs als iemand 21 of 22 is, dat je dus niet volledig toerekeningsvatbaar bent in de zin van um, omdat je nog niet volledig dat volwassen brein hebt ontwikkeld om die rem er goed op te zetten. Interessant man. En als je dan nog inderdaad een aantal jeugdingrijpende uh, gebeurtenissen hebben meegemaakt, dan wordt die kans alleen maar groter en groter, dat bepaalde mensen uh, een bepaald gedrag gaan vertonen. Ja, precies. En en, en daarom, daarom zul je dus ook waarschijnlijk mensen op latere leeftijd die bijvoorbeeld uh, ja, criminelen, om het even zo te noemen. Of uh, ik kan me ook voorstellen dat die inderdaad in, in de eerste twaalf jaar echt geen, zeg maar, normale jeugd hebben gehad. En in die eerste 25 jaar, zoals wat je zei, toch? Dat je dan je rem eigenlijk ontwikkelt. Je preventie. Ja, dus, dus na 25 jaar verwacht je dat die volledig ontwikkeld is. Dan is het. Uh, Precies. Klaar. Maar stel inderdaad dat er van alles is gebeurd. Je bent misbruikt. Je bent uh, in de steek gelaten. Je bent mishandeld. Ik kan mij dan voorstellen dat die rem dan natuurlijk uh, anders is ingesteld. Dan als jij in het gooi bent opgegroeid. En alles gewoon goed was. En je eigenlijk ook hele liefdevolle ouders hebt gehad. Ja, ja dus, dus dat, dat is een, echt een interactiemechanisme. Dus je hebt dan. En dat is ook wat ik zo um, leuk vind, maar ook in, uh, bijzonder vind in de behandelingen die ik dan doe, is dat je dus echt dat stukje meeneemt van, hè, een stukje jeugd, inclusief traumatische en ingrijpende gebeurtenissen. Maar als dus je ook gaat kijken van, hé, hey, hoe is jouw persoonlijkheid die jij daarop hebt ontwikkeld en wat, hoe maakt dat jou in interactie met ook andere personen? En, en is dat de way to go voor jou? Of zijn er misschien ook andere manieren wat je beter zou helpen of verder zou kunnen helpen? Dan ook in combinatie met het brein en ook de klachten waarmee iemand zich dan presenteert. Ja, want, uh, want, want je hebt het dus, in de, als ik het goed oprijp, je hebt het idee dat niet elke diagnose met dezelfde behandeling behandeld kan worden. Omdat je ook moet kijken naar de persoonlijkheid, naar het verleden, naar hoe reageert het lichaam van zo'n iemand, van, van diegene erop. Dus inderdaad, in jouw behandeling kijk je naar meer factoren dan alleen van hé, hey, je hebt DSM-stoornis X. En daar hoort behandeling X bij. En, mm. en hopelijk slaat het aan. Ja, ik probeer wel altijd heel holistisch te kijken. Dus ik kijk op het moment dat iemand uh, bijvoorbeeld overduidelijk een uh, paniekstoornis heeft... dan wil je natuurlijk wel eerst kijken van... hé, hey, wat is de bekendte voor paniekstoornis en hoe wordt aangeraden om dat te behandelen? Mm -hmm. Maar op het moment dat dat bijvoorbeeld hè, dat er toch andere factoren zijn, dan trek ik het wel een stuk breder. Ja, precies. Dus dan denk je zoiets van... hé, hey, dat is het gedeelte van deze paniekstoornis, om het maar even te noemen... wat ik zeker mee wil nemen... Maar daaraan ook gekoppeld bijvoorbeeld traumatische ervaringen. En hoe iemand geneigd is om om te gaan met klachten. En om wel of niet bepaald gedrag te vertonen, wat dan wel weer of geen effect kan hebben op die paniekstoornis. Ja. Dus dat je het eigenlijk heel breed trekt. Je pakt die informatie natuurlijk wel mee. En dat is ook vaak wetenschappelijk onderbouwd en effectief. Um, maar op het moment dat, het, uh, dat er meerdere dingen spelen, of op het moment dat, er gewoon, ja, dat iemand misschien niet snel genoeg voldoende vooruit gaat, dan Trek ik hem wel altijd breder en kijk ik hoe hangt dat met elkaar samen? Ja, precies, precies. Want, want we hebben natuurlijk deze hele podcast over gehad. Dus, dus wat je verleden eigenlijk doet met, met je toekomst, om het even ja. zo te noemen. Dat heeft ontzettend veel impact gehad. En, en inderdaad, dat is ook heel belangrijk om dat mee te nemen in je behandeling. Zeker, zeker. Dus in die zin, kijk, um, even heel droog gezegd. Stel je voor, je hebt een fijn, goed leven gehad, maar de knik in je functioneren ontstaat pas op je 35ste. Op het moment dat er misschien een verlieservaring is of je hebt een ongeluk meegemaakt of je bent ziek, dan heb je een ander type behandeling dan als je al veel ingrijpende gebeurtenissen hebt meegemaakt in je leven. Waarbij ja waarbij je ja ten eerste dat moet verwerken. Het doet ook iets met je interactie en de dynamiek met anderen. En als je dan bijvoorbeeld een depressie krijgt en een angst is... dan heb je een ander soort behandeling. Ja, precies, maar dat moet je natuurlijk eerst goed in beeld krijgen. Ja. En dat doe je met een levensnetwerkanalyse dan inderdaad. Ja, zeker Die je altijd zeker. gebruikt Oké, okay, en en mocht je thuis zitten als luisterer en denken van hé, hey, ik heb psychische klachten. Ik heb hier heel veel last van en ik wil er iets aan doen. Of als je bijvoorbeeld denkt van... hé, hey, ik heb al behandeling gehad, maar het slaat allemaal niet aan. En het moet blijkbaar wat breder benaderd worden. Dan kan je altijd een gratis oriëntatiegesprek inplannen... met neuropsycholoog Aisha. En dan uh, maakt, maakt zij tijd om mee te kijken met je casus... en te kijken van hey, wat jij eventueel nodig hebt... om van jouw klachten af te komen. We hebben nog een aantal plekjes inderdaad, zag ik uh, in je agenda. Dus, uh... Dit moment nog drie. Nog drie. Oké, okay. nou we hebben nog drie plekjes. Dus uh, schoon niet. Het is helemaal gratis zo'n oriëntatiegesprek inplannen en dan kijkt zij of ze jou verder kan helpen. Even terugkomend naar de vraag van de luisteraar. Dus um, even kijken, waarom is het zo dat deze persoon op volwassen leeftijd nog steeds zich voelt op basis van, of ja, nadat ze dus allerlei nare ervaringen heeft gehad in de jeugd? Hebben we die vraag voldoende beantwoord? Ik denk dat zij dat moet inschatten. Ik heb veel gezegd, maar. Je hebt heel veel gezegd, inderdaad. Ja. Nou ja, ik denk het wel. We hebben het natuurlijk gehad over van wat er bekend is over een moeilijk jeugd, wat voor impact dat heeft. We hebben het gehad over de mechanismen die er ja. spelen, ook vanuit breinniveau. We hebben het zelfs gehad over het onderbewustzijn en bewustzijn. Dus, uh, Sigmund Freud. Ja, zelfs over Sigmund Freud. Dus we zijn ook gewoon uh, 100 tot 200 jaar terug in de tijd gegaan. Over wat ze toen wisten over de psyche. Dus ik denk wel dat we het hebben beantwoord. Vraag? Ja, en ik denk inderdaad heel logisch dat er een bepaalde ballast is die je nog met je meedraagt. Um, en tegelijkertijd weet ook dat dat niet, um, i, ja, dat, dat er ook manieren zijn om daarmee om te gaan. Dus hè, op het moment dat ze bijvoorbeeld therapie... dat kan vaak uh, goed helpen om inzicht te geven... dat je jezelf omringt door fijne mensen... door een sociaal vangnet... Um, dat je een partner zoekt die stabiel is... en die goed voor je is en die er, voor je, uh, die er voor je is. Dus er zijn wel allemaal keuzes... die je kan maken in de rest van je leven... om te compenseren voor wat je in je jeugd hebt gemist. En ook om te voorkomen dat... Hè, jouw traumatische ervaringen weer doorgegeven worden aan jouw kinderen. Ja, interessant. Oké, okay. tip van de week. Tip van de week. Um, ik denk als tip van de week misschien hè, vaak, uh, vaak hebben we de neiging om moeilijke gebeurtenissen en emoties te vermijden. Dus mijn tip van de week zou eigenlijk zijn om een lijstje op te stellen met jouw ingrijpende gebeurtenissen. Dus dan kan je denken aan uh, de bijna dertien uh, evenementen die wij hebben genoemd. Mm -hmm. uh, en misschien afkruisen hoeveel je er van jezelf herkent. Of misschien voor jezelf ook een overzicht te maken van, hé, hey, wat zijn nou de, de gebeurtenissen in jouw leven die echt een impact op jou hebben gehad als persoon? Ja, precies. En dan kijken naar gedragingen waar je nu last van hebt en, en kijken van, hé, hey, zitten daar linkjes tussen, zeg maar. Ja, dat is voor de intermediate slash experts. oké, oh, oké. Okay, okay. Ik nee, zeggen, begin bij bewustwording, maar eh, wil je wat meer uitdaging, inderdaad, ga ook kijken of je daarin linkjes kan uh, ontdekken. Interessant, ja, mooie tip. Leuk huiswerk, inderdaad, voor de luisteraars. En uh, dan gaan wij zelf misschien ook uh, een lijstje opstellen. Ik heb er al één, hoor. Je hebt er al één, oké. Okay, nou goed, dan, uh, dan ga <laughs> ja. ik nog even een, een lijstje opstellen. Voor nu wil ik de luisteraar, althans en jij, wil ik bedanken dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Mocht je het interessant vinden en er wat aan gehad hebben, vergeet dan vooral niet vijf sterretjes achter te laten of uh, de sterretjes die jij denkt dat wij verdienen. En vergeet ook niet op de knop abonneren te drukken. Dit helpt ons en zorgt ervoor dat wij door blijven gaan met podcast opnemen. En voor nu wil ik jou bedanken voor je aanwezigheid, Aisha. Jij ook. Ja. En dan uh, openen we jullie weer de volgende week weer terug te zien of te luisteren of te horen. Tot volgende week. Tot de volgende week.